Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Koen, zijn mond loopt niet synchroon. Mensen, deze video wil ik jullie graag vertellen over mijn helse ervaring met mijn allereerste stageadres. Ik ben ook via mijn stage ben ik terechtgekomen bij het bedrijf waar ik nu werk. En ik vind mijn werk nu echt oprecht zo geweldig en zo leuk. En daardoor zat ik gewoon alleen maar meer na te denken van hoe verschrikkelijk was mijn eerste stage wel niet. Want ik heb maar 2 stages überhaupt doorgelopen. Ik heb alleen maar de stage gelopen waar dit verhaal over gaat. En daarna het bedrijf waar ik nu werk. Ik zat op school. Voor iedereen die het niet weet, ik heb interieur gestudeerd. En het derde jaar, het hele jaar lang, moest je 40 uur per week stage lopen. Dus halverwege het tweede jaar, weet je, ging iedereen een beetje beginnen met stages zoeken. En mijn vader zei van, oh, ik ken misschien wel iemand van, die ken ik via via. En die heeft zijn eigen winkel ook, die is ondernemer. Misschien dat je daar wel stage mag lopen. Dus lang verhaal kort gemaakt, uiteindelijk was dat prima. Dus ik mocht bij dat bedrijf op sollicitatie komen. Het was best wel een klein bedrijf. Hij was zeg maar echt de eigenaar. En dan had hij nog zijn vrouw die er af en toe werkte. En zijn dochter werkte er 1 dag in de week. En dan werkte er nog 1 meisje. Die werkte er 3 of 4 dagen volgens mij. En hij werkte gewoon vol 5 of 6 dagen. Ik ging naar dat bedrijf. Dat was dus vlak voor de zomervakantie. Ik kwam solliciteren en dat ging dan over 40 uur in de week. Ja, en tijdens de sollicitatie zat ik al een beetje van, ja, weet je wel, hij is wel echt alleen maar zelf aan het woord. Hij vraagt helemaal niks aan mij. En ik had een paar keer, weet je, dat hij iets zei dat ik daar gewoon wat over wilde vertellen. En dan praatte hij gewoon over me heen. En hij zat van, weet je, als ik iets zei binnen 2 seconden ging hij gewoon zelf weer praten. Dan dacht ik van, volgens mij luistert hij helemaal niet naar wat ik zeg. Maar ik dacht van, nou, mensen, maakt niet uit. Ik heb een stage, hallo. Ik ben een van de eerste in mijn hele klas die een stage had. Dus ik was super blij. En tijdens dat sollicitatiegesprek, dit is even heel belangrijk, heeft hij beloofd dat ik een bepaald bedrag per uur zou gaan verdienen. En hij zei van, ja, ik weet nu nog niet precies hoe, van daar moeten we dan even voor gaan zitten. Want hij zei specifiek nog, ik leer mijn eigen kinderen ook altijd, werk nooit voor niks. Dan gaan we even zitten na de vakantie, dat moet goed komen. Dus mensen, het nieuwe schooljaar was start, was 1 september. En in plaats van een kwartiertje op mijn fiets naar school, ging ik 5 minuten op de fiets naar mijn werk. Maar goed, ik kwam dus aan en ik kreeg een rondleiding van dat ze van, nou, we hebben dit, we verkopen dit en dit werkt zo en dit werkt zo. En ik zat van, oh leuk, weet je, maar het was echt best wel een grote winkel. En ik dacht, na die hele rondleiding door die hele winkel, dacht ik van, oké, misschien dat we nu, weet je, even gaan zitten en dan gaan we even afspraken maken van, oké, weet je, je gaat dit verdienen, je gaat zoveel werken, je gaat zoveel dit, je gaat zoveel dat. En hij zei van, ja, je moet elke dag werken. Het is dan, we zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Dus ik zei van, nou, weet je wel, prima. En hij zei van, ja, maar het is wel zo, 1 keer in de maand zijn we ook de zondag open, dus dan moet je ook werken. Dus je moet het eigenlijk zo zien, ik werkte dan normaal gesproken gewoon altijd 40 uur per week en 1 week in de maand moest dan ook de zondag erbij werken, dus dan was het 48 uur in de week. Dus ik dacht van, oké, we gaan het nu over geld hebben. Nee, hij zei van, oké, als eerste taak wil ik eigenlijk dat je al deze flyers, en ik denk dat het een stuk of misschien 1000 flyers of zo waren. Hij zei van, ja, want je hebt toch een fiets. Oh ja, of je die dan mee wil nemen. En die moet je dan even in alle buurten hier, zeg maar, in de stad, moet je die door de bus gaan doen. Want dat was een soort promotieflyer. Van, oh, we hebben binnenkort een evenement hier bij de winkel. En dat moet je dan gaan verspreiden, zodat mensen weten dat ze moeten komen. Dus ik de hele stad door alles flyeren. Het was super warm ook. Dus ik helemaal bezweet onder de blaren, weet je wel, eind van de dag. En ik zat van, oh my god, ik heb pas zo'n deel gedaan van zo'n ding. Dus hij belde eind van de dag en hij zei van, ja, als je het vandaag niet afmaakt, van je kan gewoon de hele week ervoor uittrekken. Dus ik dacht van, ja mensen, maar moet ik dan de hele week alleen maar fucking gaan flyeren? Van, what the fuck? Maar ik dacht van, nou, mensen, niet zeuren, gewoon doen wat je gezegd wordt. Dus nou ja, mensen, mijn eerste week bestond dus eigenlijk uit 40 uur in de eerste week alleen maar flyeren elke dag. Oké, dat was de eerste week. De tweede week begon ik dus gewoon in de winkel. Dus toen dacht ik van, nou, dan kan ik echt beginnen, weet je, op de zaak. En dat leek me veel leuk om gewoon in de winkel te staan, weet je, met allemaal leuke artikelen en zo. Toen kwam ik binnen, ging een beetje koffie drinken. En toen op een gegeven moment kwamen er wel wat klanten binnen. En ik probeerde wat klanten gewoon te helpen. Dus er kwam een vrouw en die kwam binnen en die wilde een bepaalde blender of zo hebben. Dus ik dacht van, oh, ik weet in ieder geval waar die staan. Dus ik zat van, oh ja, nee, die hebben we, klopt, ja. Van, ik loop even met u mee. Dus ik loop met die vrouw mee naar het schap waar alle blenders, zeg maar, staan. En ik zeg, ja, ze staan hier. En toen vroeg ze iets van, oh, kan deze ook dit of dat of dat. Dus ik zat van, ik weet niet wat dat betekent. Ik zag mijn baas achterin staan en ik zat een soort van te seinen van, oh, van, ik ben met een vrouw en ik weet het niet. En hij stond alleen maar de deuropening met zijn handen over elkaar en hij stond zo te kijken van. En ik stond maar een beetje met die vrouw en ik zat van, ja, ik moet het even vragen. Dus ik ging staan naar mijn baas toen ik zeg van, ja, die mevrouw zoekt een blender en ze vraagt of die ook dat of dat kan. En ze zegt van, ja, je kan toch gewoon dat zeggen, dan kun je toch op de verpakking kijken, waarom kom je dan naar mij toe, je moet toch een beetje zelf, moet ik alles voor je. Dus ik zat echt van,
En ik probeer nu niet te hard te schreeuwen, want ik heb buren. Maar dat was een vrijstaand gebouw, dus hij kon zo hard schreeuwen als dat hij wilde. En dat heb ik vaak genoeg over me heen gekregen. Maar ik zeg al, ik had nog nooit echt, zeg maar, echt gewerkt. Dus ik zat ook van, ja, weet je, je hebt dan een baas, ja, daar moet je gewoon aan wennen. Maar hoe zal ik hem noemen, mensen? Ik ga natuurlijk niet zijn echte naam noemen, want ik wil niet dat hij me echt komt vermoorden. Dus ik noem even een neppe naam. Ik noem hem Ader. Want hij had altijd bij zijn slaapzaam, had hij altijd zo'n ader helemaal... Oh mensen, hij moet ook een achternaam. Ik noem hem Ader van der Zijk. Dus hij ging naar die klant toe. Die vrouw heeft dat echt wel gehoord, want er stonden letterlijk 2 meter achter een muurtje van zo dun, terwijl die keihard aan het schreeuwen was. Dus die vrouw was ook eigenlijk heel snel weg. En hij kwam terug en hij zat van, dat heb ik toch uitgelegd vorige week, heb je dat niet onthouden, ben je dom of zo? Ik zeg, ja maar Ader van, dat is een week geleden. Ik zeg, sorry, ik moet gewoon echt nog een beetje wennen van, en ik zal zo gelijk nog even een rondje lopen om, weet je, alles weer een beetje in me op te nemen. En zei hij van, ja, ga maar koffie halen. En hij dronk altijd een dubbele espresso met dubbel suiker. En hij was al zo. En ik denk mensen, als je al zo, zeg maar, opgefokt bent, dan moet je niet je lichaam zo vol pompen met zoveel cafeïne en zoveel suiker. Van, ik bedoel, daarom ga je helemaal zo. Mensen, weet je, het waren gewoon rare dingen dat ik gewoon nu denk van mensen, hoe achterlijk, van, waar slaat dat in godsnaam op? Want dat was bijvoorbeeld, ik hou ervan om 6 keer per dag wat lichter te eten, in plaats van 3 keer per dag zwaar. Oké, niet altijd, maar meestal wel. Weet je, ik neem nog gewoon tussen je ontbijt en je lunch gewoon even iets kleins. Maar daar was hij ook geen voorstander van. Ik was dan gewoon aan het werken en op een gegeven moment was het dan 11 uur of 11:30 of zo. En er waren helemaal geen klanten verder. Dus ik loop even naar achter naar mijn tas en ik pak een sultana koekje uit mijn tas. En als ik zeg achter, bedoel ik, het hing, je had een soort van gordijn ergens in een deuropening hangen. En dan daarachter hing mijn jas en mijn tas en zo. En daarachter stond ik dan even te eten. Je moet je dan voorstellen van, kijk, ik sta gewoon, zeg maar, aan deze kant van het gordijn heel lief van, oh, sultana, oh, lekker. En hij komt dan opeens. Ja, je moet werken, die betaal ik je toch niet voor. Je gaat toch niet zo nu lopen eten, we eten om 1 uur en dan gaan we met z'n allen eten. Waarom sta je godsam hier eentje hier te eten? En ik zat echt... Mensen, en het komt zo gestoord over, maar hij schreeuwde gewoon echt zo dichtbij, zeg maar. Hij schreeuwde die gewoon in mijn gezicht van, het is gewoon echt niet normaal. Maar goed, ik dacht dat het wel normaal was dat iedereen dat op zijn werk had. Dus ik dacht, ik moet er gewoon even aan wennen van, dat heeft iedereen. Weet je, en toen was het gewoon van, ja, weet je, ga maar stofzuigen of ga maar dweilen of ga maar afstoffen. En het waren dan allemaal dingen van, op zich vind ik het helemaal niet erg om te stoffen of te stofzuigen of weet ik het wat. Maar het waren allemaal dingen waarvan je gewoon weet van, oh, hij heeft gewoon geen zin om dat te doen. En dan moet ik het maar doen, want dat is goed voor mijn stage. Terwijl ik denk, dat heeft niks met mijn stage te maken. Maar mensen, toen, dit is nog steeds mijn tweede week. Dit is mijn eerste of mijn tweede echte werkdag, zeg maar, in de winkel. Want hij zei van, ja, over 2 weken dan is de woonbeurs in Amsterdam en daar wilde hij dan heen. En hij zei van, ja, daar moet ik zoveel voor regelen. Ik heb zoveel aan mijn hoofd. Maar goed, ik moest dus allemaal stomme klusjes doen. En in de tussentijd, wat ik zeg, hij was aan het voorbereiden voor de woonbeurs. En op de woonbeurs wilde hij graag allemaal mixers en wafelijzers en blenders en weet ik het wat allemaal gaan verkopen. En hij had toen van het tv-programma Heel Holland Bakt, had hij allemaal apparatuur opgekocht. Dus hij had eigenlijk heel goedkoop allemaal mixers en alles kunnen kopen. En dat ging hij dan op de woonbeurs, ging hij die dan weer verkopen. En op een dag werden die afgeleverd in de winkel. En ik was dus met dat meisje en zijn dochter, gingen wij die dozen uitpakken. En we moesten dan die mixers uit de dozen halen en dan op het aanrecht zetten om ze daar dan schoon te maken. Maar het waren echt een paar honderd dozen. En op een gegeven moment wil ik dus een doos pakken en die pak ik op en ik til hem op en de onderkant zakt door. Dus er zat een wafelijzer in. Zat erin, want die viel toen aan de onderkant eruit. En die viel op de vloer kapot. Er was een randje afgebroken waardoor die niet meer goed dicht kon. Dus ik zat er van, oh my god, van, hoe ga ik dit tegen mijn baas zeggen? Dus ik liet hem vallen en ik keek die dochter aan. Die dochter zat echt van, oh my god, nou moet je het tegen mijn vader gaan zeggen. Oh my god. En ik zat daardoor ook van als zijn eigen dochter dat al eng vindt, weet je, van, wat de fuck moet ik dan doen? Dus ik dacht van, oké, mensen, knop om, verstand op nul, gewoon. Het is niet normaal dat je zo bang bent voor je baas trouwens. Maar toen dacht ik van wel, dus ik zat van, oh my god, van, weet je, hij is al zo boos en zo gestrest. Oh my god, hoe ga ik dat zeggen? Dus ik naar mijn baas toe, lood in mijn schoenen natuurlijk. En hij zat op de computer. Dus ik zeg van, oh, Ader, hi, ja, ik ben met die dozen was ik bezig en ik zeg ja, en op een gegeven moment pakte ik 1 doos op en ja, er viel een wafelijzer uit en die viel op de grond en die is nu kapot. En toen zei hij van, oh nee, dat is helemaal niet erg, van weet je, je bent toch hard aan het werk, kan gebeuren. Hij zei van, ja, we hebben er meer dan genoeg, ik vind het hartstikke fijn dat je dat überhaupt allemaal wil doen. Oh nee, hij zei, ben je fucking gestoord of zo? Je ziet toch dat die dozen allemaal verrot zijn, waarom deel je hem niet gewoon aan de onderkant op, je helemaal achterlijk of zo? Dus ik zat echt van, ik weet niet.
Ik zeg van, ja, ik zeg, het zijn 300 dozen of zo. Ik zeg, ja, ik was er gewoon mee bezig. En ik tilde hem gewoon niet goed op. En toen tilde ik hem op en toen viel hij eruit. En sorry, spijt me dit en dat. En zei hij van, nou, weet je wat? Ik ben je zat. Ga maar naar huis. Dus ik dacht van, ga maar naar huis? Van, ik zeg, ja, maar het is pas 2 uur. Oh, en ik moest dan tot 6 uur altijd werken. En hij zei van, ja, ja, maar ik kan je gewoon nu niet om me heen hebben. Ga maar naar huis. Dus ik zat van, oh my god. Oké. Dus ik ging altijd op de fiets naar mijn werk. En als ik dan altijd naar huis ging, moet ik dan mijn fiets, een heel klein stukje moet ik dan door de showroom rijden. Om door de voordeur naar buiten te gaan. Maar goed, ik zat dus helemaal te trillen. Omdat ik zat van, oh my god, weet je, het is mijn tweede week en hij is zo boos. En ik ben gewoon naar huis gestuurd van, oh my god. Nou ja, ik pak mijn fiets en nu vind ik het hilarisch, maar toen kon ik echt wel doodgaan. En ik pak mijn fiets en ik rijd naar buiten. En ik rijd zeg maar een heel klein stukje naar achteren. En ik knal met mijn metalen crappy fiets van €120 rijk tegen een super kwetsbare hoogglans la in een keukenblok. Rijd knal ik zo tegenaan. En hij zat echt van, dus ik heb van, oh sorry, ik zeg, ik ben tot morgen. Dus ik snel weg en snel naar huis. Dit was dus allemaal de tweede week. Toen de derde week heb ik eigenlijk bijna alleen maar in het magazijn zeg maar gestaan om hem te helpen met allemaal spullen inpakken voor de woonbeurs. Want de vierde week was de woonbeurs. Waar hij dan een week naartoe zou gaan. Nou ja, weet je, ik dus helpen met allemaal lampen inpakken en allemaal spullen en weet ik het wat allemaal. De wafelijzers heb ik door iemand anders laten doen. En toen de vierde week kwam ik aan op een vredige dinsdagmorgen. En hij was er die hele week niet. En ik was dan met 1 collega. En ik kwam opeens aan en er hing gewoon een soort van complete rust. En ik zat van, oh my god, van wat heerlijk. Het is gewoon helemaal geen spanning. Het is gewoon alleen maar relaxed. Nou ja, weet je, toen heb ik gewoon de hele week dan alleen met eigenlijk dat ene meisje gestaan. En dan zijn vrouw kwam af en toe wel ook langs. Maar die was super leuk. Weet je wat het was? Iedereen dat bedrijf was gewoon echt super lief en super leuk. Alleen hij was gewoon echt verschrikkelijk. Nou ja, dat was dus echt de leukste en meest relaxte week eigenlijk van allemaal. En ik dacht dus van, oké, weet je, hij komt dan dinsdag, komt hij terug. En dan is de woonbeurs geweest en we hadden al gehoord dat hij goed verkocht had. Van, ik heb nog niks over gehoord over salaris of over uurloon. Ja, als hij terugkomt, dan zijn de 4 weken voorbij. Dus ik zat van, oké, weet je, als hij terugkomt is hij waarschijnlijk weer relaxed. En dan kan ik het daar misschien een keer over hebben of hij begint er misschien zelf al over. Hij kwam terug dinsdag. En nou ja, hij was dan even 2 seconden wel enthousiast. Maar ging eigenlijk gewoon binnen 2 seconden gewoon weer hup terug in zijn oude gewoonte van, geef koffie, doe dit, ga dat doen, kan je dat niet, ben je dom of zo, Maar ja, weet je, de maand was voorbij en we zaten al halverwege de 5e week en toen dacht ik van, ja, weet je, op zich vind ik het niet heel erg als ik niks zou verdienen, maar ik zat ook van, ja, weet je, als je belooft bij je sollicitatie van, oh, je krijgt gewoon uurloon en dat we het dan na de zomervakantie daar wel over zouden hebben, dat ik denk, dan kan je niet opeens het dan niet geven, weet je wel. Dus hij was terug van de woonbeurs en hij was nog steeds, nou ja, super kut. Gewoon zoals hij altijd eigenlijk al deed. Op een gegeven moment was het zeg maar het einde van die 5e week. En toen zat ik van, ja, weet je, hij heeft nog niks ook gezegd over salaris. We zijn al verder in de nieuwe maand. Dus ik had al mijn moed bij elkaar geschraapt. Ik was naar hem toegegaan en ik zeg, Ader, van, ja, ik had eigenlijk even een vraag. Ik zeg, toen we een sollicitatiegesprekje hadden, toen hebben we het natuurlijk gehad over uurloon. En ja, weet je, ik vroeg me gewoon af van, ja, of we het daar misschien nog een keer over konden hebben. En zei hij van, oh nee, natuurlijk. Van, nou, weet je, laten we gewoon beginnen met €5 per uur. En als je het nou leuk vindt en je wil misschien het hele jaar hier van stage lopen, dan kunnen we het altijd nog verhogen naar bijvoorbeeld €7,50. Dat geloofde je niet, toch? Ja, hoe durf je dat te vragen? Dat heb ik nooit gezegd. En ik weet echt wel wat ik heb afgesproken. En je moet blij zijn dat je überhaupt mag werken. Wat een ondankbaar. En eigenlijk, vanaf dat moment mocht ik helemaal niet meer in de winkel staan. Toen heeft hij alleen maar al zijn zooi uit de bus in het magazijn gegooid. En ik moest dan het hele magazijn alles ordenen op fabrikant of op weet ik veel kleur. En toen moest ik dus het hele magazijn gaan schoonmaken. Alle lampen testen. Gewoon alle teringklusjes, zeg maar, moest ik alleen maar doen. En ik mocht helemaal niet meer in de winkel staan. En hij kwam een paar keer, weet je, kwam die nieuwe spullen brengen. En dan was dat altijd zo'n sneer van, nou, met zo'n smoel kan je maar beter in het magazijn blijven staan. Weet je, omdat ik met zo'n gezicht natuurlijk in een magazijn stond van wat ik van hem fucking moest doen. Maar toen dacht ik nog steeds allemaal dat dat normaal was. Dus ik dacht van, oké, ik moet gewoon, dit is normaal, dit is wat volwassenen doen, die werken 40 uur per week en dit is werk. Maar ik zat wel gelijk te twijfelen dat ik dacht, oh my god, van hoe houden mensen dit vol? En toen heb ik dat dus eigenlijk nog iets minder dan een week volgehouden. En toen zat ik met mijn moeder en toen heb ik het eigenlijk gewoon eens gevraagd. Van, ik zeg van, ja, op mijn werk gaat het er zo en zo aan toe. Ik zeg, is dat normaal? En mijn moeder zat echt van, wat? Van, dat is
niet normaal. En toen heb ik het eigenlijk ook gelijk diezelfde dag met meer mensen nog besproken. En iedereen zei echt van, what the fuck is dat voor man? Van, what the fuck? Van, zo laat je je toch niet behandelen? Van, dat heb ik op mijn werk nog nooit meegemaakt. Dus toen uiteindelijk ben ik, de dag erna, ben ik wel naar mijn werk gegaan. Maar toen heb ik gewoon gelijk ook besloten van, het is niet normaal om hier nog één dag langer, zeg maar, te blijven werken. Maar ik dacht ook van, ja, ik wil niet opeens niet komen. Of weet je wat, echt via de telefoon of zo doen. Dus ik dacht van, ik wil er gewoon naartoe gaan. En het gewoon in zijn gezicht zeggen van, waarom ik wegga. Maar ik zat te denken van, oké, als ik het tegen hem zeg, dan moet ik binnen 2 seconden, word ik waarschijnlijk weggestuurd of neergestoken. Maar goed, de eerste volgende dag dat ik moest werken, was hij de hele ochtend, was hij er niet. Hij kwam 's middags pas. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, dat is echt het perfecte moment om te zeggen dat ik wegga. Dus ik ging naar mijn werk en ik kwam aan. We gingen koffie drinken. Ik zat al in mijn hoofd. Ik dacht van, oh my god, van ik ga nu gewoon tegen deze mensen zeggen dat dit mijn laatste werkdag hier is. Van, dus ik helemaal zenuwachtig en helemaal van, oh my god. Maar ja, weet je, iedereen, we gingen gewoon zitten. En die vrouw die zei van, oh, ik moet nog even dat boek pakken. Oh, nog even dit, even dat. Want ze zei van, ja, want ik heb zulke leuke plannen van wat jij dan mee kan doen. Want ja, ik moet binnenkort voor klanten, moet ik iets ontwerpen. En oh, dat is dan superleuk natuurlijk voor jou, ook voor je opleiding, om dan daar mee te kijken. En ik zat van, ik ben weg. Want ik voelde me zo schuldig. Maar ik dacht van, ja, ik moet nu wel gewoon doorzetten. Ik moet me nu niet over laten halen om nog te blijven. Want ik bedoel dat zij leuk was en dat die dochter leuk was. En dat die collega van mij leuk was, dat wist ik al. Maar ik kon gewoon niet nog 1 dag langer met Ader van der Zijk samenwerken. Dus nou ja, uiteindelijk had ze al de boeken gepakt en allemaal stalen. En we zaten dus met z'n allen aan tafel koffie te drinken. Ze wilde eigenlijk net gaan uitleggen van wat ze dan voor plannen had. En ik zei van, ja, ik moet eigenlijk even wat zeggen van, ja, ik ben vandaag voor het laatst. Ja, ik kan er gewoon niet meer tegen hoe Ader met me omgaat. Ik zeg, ik probeer echt gewoon mijn best hier te doen, maar het enige wat ik altijd krijg is geschreeuw, kleineren, uitschelden, nog meer schreeuwen, nog meer kleineren, nog meer uitschelden. En toen zeiden ze van, oh, en je zag ze allemaal zo kijken en ze zeiden, ja, 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 daar lopen wij thuis ook wel eens tegen aan, ja. Ik zat echt van, oh. Maar ik zat van, oh, maar waarom zijn jullie dan nog bij elkaar? Want jullie zijn allemaal wel leuk. En hij niet. Dat zei ik niet, maar dat dacht ik wel. Maar zij zeiden ook van, oh ja, maar ja, dan wens ik je wel veel succes ja, met het aan Ader vertellen. Want ja. En toen was het middag en Ader van der Zijk kwam weer binnen. Gewaggeld. En zijn vrouw zei dus inderdaad gelijk van, ja, ja, Ader, volgens mij wil Koen wat met je bespreken. Dus ik zat van, ja. Dus we gingen aan tafel zitten en ik zei van, ja, ik wil gewoon even zeggen dat dit mijn laatste werkdag is hier. Ik zeg, ik ben het gewoon zat hoe ik hier behandeld word. Ik probeer echt gewoon mijn best te doen. En ik word hier alleen maar gekleineerd en je loopt alleen maar naar me te schreeuwen en dit en dat. En zei van, nou ja, ja, nou ja, ik had je genoeg meer dan genoeg kunnen leren. Maar ja, als jij nu al op wil geven, ja. Dus ik zat van, doei. Hij zei van, ja, maar ja, als het toch je laatste werkdag is, dan ga nu maar weg. Ga maar naar huis. Dan hoef je vandaag ook niet meer te werken. En ik zat van, wat erg, wat vervelend. Dus we liepen naar achteren en daar liepen dus ook mijn 3 collega's. Dus ik ging even naar hun toe en ik ging ze even allemaal een hand geven. Ik zei van, nou, super bedankt. Ik vond het super leuk om met jullie te werken. Van in ieder geval hartstikke bedankt voor alles, weet je, wat jullie voor me hebben gedaan en mee hebben geholpen en zo, bla bla bla. En als laatste gaf ik hem dus en dan ik zeg, nou, toch bedankt voor alles wat ik hier geleerd heb. En succes verder. En toen ben ik naar buiten gegaan. En dit keer zonder tegen zijn hoogglans keukenkastjes aan te knallen. Dus ik stapte op de fiets naar huis. En mijn telefoon ging en ik nam op en ik zei van, hi, is dit Sonja Bakker? Want ik voel me 25 kilo lichter. En toen fietste ik dus naar school om toch te vertellen van, ik ben weg bij mijn stage. Sorry, ik heb niet met jullie overlegd. En mijn trackbegeleider was er ook niet blij mee, maar dat is een heel ander verhaal. Misschien maak ik wel eens een keer een storytime nog over haar. Dat was pas een gruwelijke, oh, ik haat haar. Maar dat is voor een andere keer. Mensen, ik hoop dat je het leuk vond. Mensen, heb je medelijden met me gehad in deze video? Dan mag je je gerust abonneren. Dat verzacht mijn gruwelijke, traumatische ervaring weer een klein beetje. Mensen, als je nou ook ooit een gruwelijke baas of collega of baantje of wat ik dat heb gehad, mag je dat altijd reageren? Dan kunnen we misschien samen uithuilen, want dit was even mijn therapiesessie, maar ik gun het jullie ook. En verder mensen, nou, ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Bye!